Goedendag iedereen, welkom op deze 16 oktober 2022. Ik ben even aan het fietsen, nog even een pauze te Hulst, hier winkelcentrum en even de zone van de stad. De traditie een beetje op zondag van iedere keer een fietstocht te doen en dan even hier nog een pauze van 10, 15 minuten. Zo, ik heb hier nog even in beeld, het is momenteel 10 voor 9. Even in beeld het winkelcentrum Stationsplein hier en dan ga ik nog even naar de supermarkten. Linkerkant hier de Aldi en dan de Albert Heijn XL. De Jumbo, die is de Karwei Bouwmarkt ook. Het is ook een leuke locatie als je aan het fietsen bent om eventueel nog wat boodschappen te doen. Maar bon, mijn boodschappen had ik gisteren al gedaan. Het is ook wel eenvoudiger. Wat ik zeg, als je aan het trainen bent met je fiets, je hebt dan nog die goederen bij. Zo, en hier terug even het winkelcentrum Stationsplein. Hier het Michel Stadspad, bijzonder aangenaam. En hier ook de skatebaan voor de jeugd hier. En dan kan je zo verder gaan met de fiets of via een wandeling naar de andere kant van de stad, eventueel naar Hulst busstation. Ook wel nog leuk, even de binnenstad hier. Hier ook veel zonnepanelen. Ik zeg, het komt alleszins te pas nu in deze tijd. Het is ook wel voordelig als je in de dag zwaardere toestellen moet aanzetten en er is zon. Ah, hier staat hij in Hulst aan de bierkaai. Allee, aan de Keldermanspoort. Zo, beste mensen, de in Hulst voor een leuke selfie. En dan nog even hier de bierkaai met de bioscoop die verder in afwerking is, de Koning van Engeland. Ik ga even door de Steenstraat. Sint-Willibrord dus hier in beeld. En natuurlijk ook wel leuk, even nog de Grote Markt. Stadhuis en dan de linkerkant de gemeentewinkel. De plaatselijke horecazaken hier op de markt en ook wel. Ja, er zijn er heel wat. Nog een leuk beeld hier op de Sint-Willibrord dus. Een pracht van een zicht hier op Hulst. Ja, hier dan de plaatselijke werken in de Hentse straat. Volledig nieuwe inrichting dat er komt.
Dan de bekende winkels zoals de Etos, de Kruidvat, de Zeeman. En dan ben je vlug aan de andere kant. Met de fiets ook is het feitelijk 6 minuten van de ene kant naar de andere kant van de stad. Redelijk snel. Dus te voet moet je rekenen 20 minuten. Dat is ook een pracht van een hoek hier. Daar heb ik even de Lidl in beeld, de linkerkant. En dan terug de zone. Ga ik nu recht naartoe vliegen, de Action. Ja, de Action komt bijzonder goed te pas. Ik moet zeggen, voor bepaalde elektrozaken en kabels van enkele euro's, ik gebruik die al meer dan een jaar. Bon, ik heb er geen problemen mee. Dus het is wel interessant. Ook mooi de herfstbeelden opnieuw. Kijk de kleuren van die bomen. Het is gewoon prachtig. Hier aan de Action, kijk, je ziet hier ook aan de linkerkant het verschil van kleur. Fantastisch. Ja, die Action gaat iets later open op zondag. En dan ben ik hier weer aan het winkelcentrum. Ja, maar dan nog even hier de Havenfort parking. Hè. Dat is ook altijd wel leuk. Het is ook wel een bijzondere voordelige plaats voor mensen die komen met de camper. Hè. Ze zijn hier feitelijk aan de rechterkant direct in de binnenstad. En op hetzelfde moment links kunnen ze naar de winkel. Hè. Allee, het is echt een top locatie en ook gratis parking. Zo nog even mooi hier. De stad Hulst op 5 kilometer van de Belgische grens. Prachtige ochtendbeelden. De locatie van de skatebaan vind ik hier ook wel bijzonder goed, als droomlocatie. Zo beste mensen, en hier nog enkele prachtige beelden, zo dadelijk komen hier ook mensen die aan het wandelen zijn, aan het fietsen zijn aan de rechterkant. Het is bijzonder mooi om te zien. Het is ook een pracht van een locatie hier, het Michelstadspad. Kijk hier, die beelden. Nog even zo gaan, het is nog altijd wel mooi. Voilà, geweldig. Zo, om deze video te eindigen. Dit zijn de laatste beelden, dus ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot de nieuwe vlucht, dat was even een snelle pauze op mijn fietsroute. Tot de volgende.